inderdaad gerust plaatsnemen. En we beginnen samen bovenaan bladzijde 3. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Nou, dat kunnen we misschien nog één keertje oefenen. Gaat dat nog een keertje lukken, kinderen? In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. En met uw geest. Dat klonk nog steeds niet overtuigend. Nog één laatste keer proberen. De genade van Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. En met uw geest. Goed gedaan. Nou, ik hoop dat jullie er ook heel veel zin in hebben. Want we zijn hier samengekomen voor jullie eerste communie. Maar wij gaan straks ook allemaal ter communie Jezus ontvangen in onze harten. Dan mag ik Julia, Jesper en Tom uitnodigen. Je mag rechtsom lopen om een openingswoordje te zeggen voor iedereen. Van harte welkom iedereen. Wij gaan vandaag onze eerste communie ontvangen. Goed gedaan, ga maar zitten. Ja, kom maar Jesper. Van harte welkom iedereen. Wij gaan vandaag onze eerste communie ontvangen. Goed gedaan, ga maar staan Jesper. Daar ben je. Nu gaan wij onze harten klaarmaken dat we doen wij door samen sorry te zeggen. Goed gedaan Tom, inderdaad. We gaan samen sorry zeggen, want niemand is volmaakt. Iedereen doet wel eens iets fout en daarom zeggen we gewoon samen sorry met de schuldlijners op bladzijde 3. Alles wat dik gedrukt is, mag groot en klein meedoen. Heer, we zeggen sorry voor al onze fouten, ontfer u over ons. Heer, ontfer u over ons. Christus, u houdt van alle kinderen, ontfer u over ons. Ontfer u over ons. Heer, we willen u straks goed ontvangen, ontfer u over ons. Heer, ontfer u over ons. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, ons geleiden tot het eeuwig leven. Goed zo, dat was een beetje te snel wat ik even deed. Goed zo, dan openen we met een gebedje. Laat ons bidden. God, onze Vader, we danken u, omdat al deze jongens en meisjes, Julia, Jesper, Tom, Roos, Valerie, Emily, Anne, Kira, Job, Cassandra, Lieke, Bente, Mieke, Guus, Brent, Mike, Josje, Marijn en Wout, door het doopsel tot uw kinderen hebt gemaakt en hebt laten komen tot het altaar van uw zoon. We zijn blij, want ze mogen vandaag voor de eerste keer zijn heilige lichaam ontvangen, maar van nu af aan steeds leven vanuit het sacrament. We bidden voor deze kinderen en vragen u, maak hen één met Jezus en de gemeenschap van de kerk. En geef dat ze altijd bij u een kind aan huis mogen zijn. Dezelfde Jezus Christus, uw Zoon, die met uw leven en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen. Goed gedaan. Dan zingen we, voordat we naar de woorden van Jezus gaan luisteren, eerst samen een liedje. Zing maar lekker goed mee. Thank you.
heilige evangelie volgens Markus. Lof zij u, Christus. Op die eerste dag van het platte brood. Brood zonder gist. De dag waarop alles voor Pasen wordt klaargemaakt, zeiden zijn leerlingen tot Jezus: waar wilt u dat wij alles voorbereiden, zodat u het Pasmaal kunt vieren? Jezus zond daarom twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: ga naar de stad en daar zal je een man tegenkomen die een kruik draagt. Volg hem en zeg aan de eigenaar van het huis waar hij binnen gaat: de meester laat vragen, waar is de zaal voor mij, waar ik met mijn leerlingen het Pasmaal kan vieren? Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien, met zachte banken en van al het nodige voorzien. Maak daar alles voor ons klaar. De leerlingen vertrokken, gingen de stad binnen, vonden alles zoals Jezus het hun gezegd had en maakten het Pasmaal klaar. Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun met de woorden: neem, dit is mijn lichaam. Daarna nam hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte hij hun die toe en zij dronken allen daaruit. En Jezus sprak tot hen: dit is mijn bloed van het verbond, dat vergoten wordt voor velen. Nadat zij een liedje gezongen hadden, gingen zij naar de olijfberg. Woord van de Heer. Dankjewel, meneer Paolo. Zo, dat was meneer Paolo. Hij is de papa van Johanna in de Doka Eerste Communie. Want bij ons in de kerk hebben we ook getrouwde diakens. Die hebben soms ook kinderen. En zij gaat net zoals jullie haar Eerste Communie doen. We zijn heel blij dat meneer Paolo voor ons de lezing wilde lezen. Hebben jullie goed opgelet? Ja. Goed zo. Wie kan mij een beetje vertellen waar het verhaaltje over ging? Ja, kom maar naar voren. Het ging over Jezus. Heel goed. En ja, ga maar lekker zitten. Goed gedaan. En wie deed er nog allemaal meer mee? Waar ook andere mensen met een moeilijke naam. Gewoon met een A. Weet je het nog? Wie deed er nog meer mee met Jezus? Of heeft hij alles alleen gedaan? Nee? Kom maar. Kom maar. Goed zo. Wie heeft er nog meer mee gedaan? Weet je dat? Even kijken. Het staat ook in de tekst. Jezus zond zijn leerlingen. Zie je, dat staat daar. Leerlingen. Wat zijn dat voor mensen of beestjes? Ben jij ooit een leerling geweest? En waar zitten leerlingen meestal? Werken die op een boerderij? Nee. Oké, hoe heet het gebouw waar je leerlingen tegenkomt? Volgens mij zit je daar ook op. Op school. Goed gedaan, ga maar lekker zitten, inderdaad. Jezus was een soort meester en had leerlingen. En hij vroeg zijn leerlingen om iets speciaals te doen. Ze moesten iets gaan zoeken. Wie weet nog wat die leerlingen moesten gaan zoeken? Wie weet wat die leerlingen van Jezus moesten gaan zoeken? Hebben jullie ooit een speurtocht gedaan? Kijk, dat is leuk als je een speurtocht mag doen. Nou, die leerlingen van Jezus moesten een hele mooie zaal vinden voor de paasmaal. Het was een grote feest bij de Joden. En denk je als die leerlingen naar Lindenberg gekomen?
Als ze hier de kerk hadden gevonden, denk je dat die mooi genoeg was geweest voor het paasfeest? Ja? Kom maar. Ja, kom maar. Nee, liever niet? Oké, het hoeft ook niet. Wie wil zeggen wat hij mooi vindt aan de kerk hier? Wie durft te zeggen wat hij mooi vindt aan de kerk? Fred, durf je? Liever niet? Wie durft wel? Ja, kom maar, Job. Goed zo. Wat vind je mooi aan de kerk hier? De klok. Ja, de klok die is wel heel stoer. Ik denk dat die leerlingen van Jezus het ook heel stoer vonden, zo'n klok. Dan kun je echt een feestje mee bouwen als je daar heel hard aan trekt. Goed zo, ga maar zitten, Job. Inderdaad. En het is niet zomaar een zaal, we hebben hem mooi versierd. We hebben hele mooie witte bloemen, ook echte bloemen. We hebben kaarsjes. En hier staat een speciale tafel. En die is al een beetje gedekt. Hoe heet die hele speciale tafel? Dat weten jullie wel. Ja, kom maar. De altaar. Het heet een altaar. Dus kijk hoe goed die hebben opgeleid bij de les. Die zijn hele goede leerlingen, net zoals die van Jezus. Nou, ze hadden dus een mooie zaal gevonden, een hele mooie kerk. Het was niet onze kerk hier in Linden, maar ik denk dat het er wel een beetje op leek. Dan gingen ze samen een maaltijd houden. Het was niet zomaar een maaltijd. Ze gingen niet heel veel eten, doordat hun buikjes vol waren. Ze hebben iets speciaals gedaan dat wij straks ook gaan doen. Wat gaan wij straks doen? Wat gaan jullie heel speciaal doen? Wat ontvangen jullie vandaag? Ben je toch niet vergeten? Ja, kom maar. Jezus. Ja, maar wel op een speciale manier, hè? Wat ontvang je straks? Ga maar zitten, het geeft niks. Wie weet wat... Ja, kom maar toch. Weet je wat je straks gaat ontvangen? Ja, hostie. Goed zo, hostie. Goed gedaan, Tom. Inderdaad. En waar is die hostie van gemaakt? Wie weet dat? Ja, kom. Waar is de hostie van gemaakt? Brood. Van brood. En waar staat het? Ja, goed gedaan. Wat staat er nog meer op het altaar? Er staat brood op het altaar. En? Ja, kom maar. Wijn. Rood en wijn. Het is mooi gedekt met kaarsjes. En wat heeft Jezus daarmee gedaan? Wat ga je straks met dat brood en wijn doen? Want nu is het nog gewone brood en gewone wijn. Maar ga je iets heel speciaals doen? Kom maar. Ja, kom maar, zeg maar. Bidden. Ik ga over alle brood en wijn bidden. Goed gedaan, inderdaad. En dan wordt het op een hele speciale manier Jezus. En dan ontvangen we Jezus in onze... Je mag het wat luider zeggen, dat alle mama's en papa's het kunnen horen. We ontvangen Jezus in onze... Goed zo, in onze hart. Goed zo. Nou, ik denk dat wij straks ook een mooi feestje hebben. We gaan net zoals die leerlingen straks ook weer een liedje zingen. En zorgen dat het een hele mooie feest wordt. Want Jezus geeft zich aan ons in de communie. En dat betekent dat we Jezus vrienden mogen zijn. En dat hij heel veel van ons houdt. Goed gedaan, jongens en meisjes. Nou, wij gaan straks de communie ontvangen. Jullie voor de eerste keer, maar de mama's en papa's ook. En was het goed? Als we toch wel een beetje geloven wat we doen. Daarom mag iedereen, maar in bijzonder jullie, eerste communicantjes, samen geloofsbelijdenis meebidden. En daarmee vernieuwen we ook onze doopbeloof. Want jullie mama's en papa's hebben toen jullie super klein waren. In de meeste gevallen in ieder geval. Jullie laten dopen en die hebben beloofd om voor jullie te geloven. Maar nu mag je dat zelf ook wel een klein beetje gaan doen. Dus op bladzijde 6 van je boekjes, dus als je niet de juiste bladzijde hebt, ga je naar bladzijde 6. En onder de preek vind je de vernieuwing van de doopbelofte. En dan gaan we allemaal staan, dan weet ik het voor, dan mogen jullie nabidden.
gevangenis van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is nedergedaald ten helle, is gekruisigd, gestorven en begraven, die op de derde dag is verrezen uit de doden, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en die jullie vandaag de Heilige Communie gaan ontvangen. Zo, geloven jullie in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Ik geloof. Hartstikke goed. Mocht je niet meer gaan zitten, vooral de mama's en de papa's, want we gaan nu bidden. En bidden betekent gewoon dat we spreken met God en dat we de dingen vragen die we heel erg belangrijk vinden. En dan mag ik Roos, Mieke, Nikke, Anna, Cassandra, Bente en Maaike vragen om hier rechts op te lopen. En Job, Brett, Josje, Emily, Marijn, Tom en Kira om links om te lopen hier een mooie rij te vormen. Goed zo. Zo, kom maar naar voren, Roos. Voor alle kinderen, groot en klein, laten we bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoord. Goed, ga maar lekker zitten. Goed gedaan, joh. Mag je dan bereid geven? Ga maar lekker zitten. Ja. Fieke, kom maar. Mag ik dat je eigen boekje doen? Voor een mooie eerste communie, laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Goed gedaan, Brent. Kom maar, Fieke. Voor alle opa's en oma's, laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Goed gedaan, Joos. Ja, kom maar, Anna. Voor al onze papa's en mama's, laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Goed zo, geef maar door, Emily. Ja, kom maar, Cassandra. Voor iedereen in onze familie, laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Lekker recht houden. Goed zo. Mag je gaan zitten. Goed gedaan, Marijn. Ja, kom maar, Bente. Vooral onze vriendjes en vriendinnetjes, laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Ja, kom maar toch. Goed zo. Geef maar, Mike. Kira, sorry. Kom maar, Mike. Voor iedereen die er niet bij komt zijn, laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. We hebben het inderdaad net gebeden voor iedereen die er niet bij komt zijn. Daarom gaan we ook speciaal bidden voor al onze intenties en gebeden. En vanmorgen bidden we speciaal voor Bert, Bekkers, Jos Rijk, opa Bert van Es, overgrootoma Mien van Ook, dan Bertus van der Langeberg, Henrika van der Langeberg, Bressers,
Oma Anne Welvaerts, opa Toon Sagers, overleden familie Haren Jacobs, overleden ouders van Blokhoven van de Schoot, Jan van der Boer en Rieke Schoenmakers, opa Toeme, opa en oma De Lange, en overleden ouders Putmans van Kastre. Die maken het even heel stil in onze harten. En met de stilte van onze harten bidden we ook voor de dingen die we zelf belangrijk vinden. Ook hiervoor even stil maken. Probeer aan iets te denken dat je aan God wil vragen. En dan bidden wij hier samen met onze lieve moeder Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. Zijn naam, voor welzijn van ons en van de
deels in de Heilige Kerk. Heer, wij vieren dat we uw zoon zijn vrijgemaakt. En vragen u, laat deze gave van brood en wijn tot het sacrament van uw goedheid worden. Breng ons in eenheid samen en versterken ons de band van de liefde, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen we dank aan de Heer onze God. Laten we gaan staan. Goed zo. God onze Vader, bron van liefde, doet ons goed u dank te zeggen, en onze vreugde uit te zeggen in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon. We willen samen, want gij zijt de God die houdt van mensen. Zozeer hebt God lief gehad dat gij ons deze wereld hebt gegeven, onmetelijk grote vol rijkdom en pracht. Want gij zijt de God die houdt van mensen. Zozeer hebt God lief gehad dat gij deze kinderen uitnodigt om voor het eerst deel te nemen aan de Heilige Communie, waarin Jezus zelf bij ons komt. Want gij zijt de God die houdt van mensen. Zozeer hebt God lief gehad dat gij ons en hem blijft samenbrengen als kinderen van één gezin. Want gij zijt de God die houdt van mensen. Voor zoveel liefde zeggen wij u dank. En samen met de engelen en de heiligen die staan voor uw troon, aanbidden wij u deze woorden. Heilig, 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 de Heer de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in het hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in het hoge. Gezegend hij die komt, Jezus Christus de Heer, door u gezonden naar deze wereld, de vriend van de armen en de kleinen. Hij is gekomen om ons ten voorbeeld te zijn, een liefde voor u en voor elkaar. Hij is gekomen om van ons weg te nemen het kwaad dat vriendschap verhindert en de haat die het geluk van de mensen in de weg staat. Hij heeft ons een heilige geest beloofd om ons, om met ons te zijn van dag tot dag, opdat we zouden leven van uw leven, willen we samen gezegend zijn gekomen. En aan des Heeren, Hosanna in het hoge. God, onze Vader, wij bidden u, zenden uw geest uit over deze gave, brood en wijn. Dat is voor ons worden het lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Want op de avond voor zijn lijden en dood, toen hij maaltijd hield, tezamen met zijn leerlingen, heeft hij een teken gesteld van uw oneindige liefde. Hij nam het brood in zijn handen, zegende u en dankte u. Hij bracht de gaf aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij alle, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. En bidden wij samen, hij heeft ze voor ons prijs gegeven, Jezus Christus, onze Heer. Zo nam hij ook beker met wijn, dankt u nogmaals. En liet hem rondgaan met deze woorden, neemt deze beker en brengt je allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde, blijf het doen om mij te gedenken. Hij heeft zich voor ons prijs gegeven, Jezus Christus, onze Heer. God, onze Vader, bron van liefde, zo gedenken wij op deze dag de dood en de verrijzenis van Jezus, uw Zoon, de bevrijder van deze wereld. Hij heeft zichzelf prijs gegeven, uitgeleverd in onze handen. Ja, hij is ons opgeworpen om ons opnieuw te richten op u. Hij heeft zich voor ons prijs gegeven, Jezus Christus onze Heer. Voor
Verhoor ons, Heer, onze God, en schenk uw geest van liefde aan alle die deelnemen aan deze maaltijd, dat uw kerk in eenheid weer mag, samen met de bisschop van Rome, Paus Franciscus, met onze bisschop Antonius, Robertus, onze hulpbisschop, en alle bisschoppen van de wereld, tezamen met alle die geroepen zijn tot de dienst, voor heel uw volk op deze aarde. Want wij vormen tezamen uw lichaam tot de glorie van uw naam. Denk ook aan uw kinderen, Julia, Jesper, Tom, Roos, Valerie, Emily, Anne, Kira, Jon, Cassandra, Lieke, Bente, Fieke, Guus, Brett, Maaike, Josje, Marijn en Wout, die gij vandaag voor de eerste maal samenbrengt aan de tafel van uw zoon, die gij laat delen in het brood van eeuwig leven. Laat een goede vriendschap met uw zoon en eenheid met heel uw heilige kerk. Wij vormen tezamen één lichaam tot glorie van uw naam. Vergeet niet onze broeders en zusters die bijzondere plaatsen nemen in ons hart. En vergeet niet hen die wij tekort doen. Herinner u degenen die gestorven zijn en neem hen vol liefde op in uw woning. Want wij vormen tezamen één lichaam tot glorie van uw naam. Wij vragen u, breng ons bijeen op uw dag tezamen met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, met heilige Jozef haar bruidegom, met de heilige Johannes, de doper, betrogen van onze kerk, en van ons allen die in hem geloven, laat ons delen in de glorie van uw rijk. We zullen alle die in vriendschap verbonden zijn met Jezus Christus, onze Heer, u blijven loven en prijzen tot in eeuwigheid. Want wij vormen tezamen in lichaam tot de glorie van de naam. Door hebben met mijn inhemse naam gewezen zijn heel onze volk om aan te gaan in de eenheid van de Heilige Geest die dat nu en tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Dat heb je goed gedaan. Nou. Je hebt goed het onze vader geleerd, hè? Ja. Moet je maar even goed hard meebidden, ook voor alle mama's en papa's. Met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Thank you.
zijn vrede laten doen. Wij vrede geven die lijkt op onze zonder dat we beloven in kerk. We vullen beloofde geen vrede in naam en maak ons tegen. Zijn leven in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heeren zijn altijd met u. En dan mogen jullie elkaar vrede wensen en elkaar de hand te geven. Samen het land Gods binnen. Land Gods dat wegneemt de zonde der wereld omver wil ons. Land Gods dat wegneemt de zonde der wereld omver wil ons. Land Gods dat wegneemt de zonde der wereld geef ons vrede. Zalig zijn die genodigd zijn aan de maaltijd des Heers. Land Gods dat wegneemt de zonde der wereld geef en die vader dat wij tot mij komen. Maar spreek, ik zal gezond worden. Zo, dat is nu voor jullie het grote moment aangebroken. Straks in een rijtje gaan staan, eerst de linkerkant, doe je handen mooi over elkaar, de andere hand in je mond, dan ga je meteen zitten. Gaat dat lukken? Goed zo. Ja.
gaan en die mogen alle mama's en papa's, familieleden, broertjes en zusjes kunnen en willen ook naar voren komen voor de communie.
Maar we gaan niet zomaar naar huis. We gaan eerst afsluiten met een gebedje. En een paar slotwoordjes van uiteraard weer een mooie lied samen kunnen doen. Laat ons bidden. Heer, op deze dag hebt gij uw kinderen, Julia, Jesper, Tom, Roos, Valerie, Emily, Anne, Kira, Jan, Cassandra, Lieke, Bente, Ike, Guus, Brent, Maaike, Josje, Marijn en Wout, tot u laten komen. Ik heb hen voor het eerst gegroet met het lichaam van uw zoon. Samen met heel de gemeenschap van de gelovigen heb je hen gesterkt door deze heilige communie. Laat het ontvangen van het sacrament vruchtbaar worden voor ons, uw kerk, en voor heel de wereld. Christus onze Heer. Amen. Dan wil ik Valerie, Wout en Chris naar voren vragen, maar Gertsom naar voren komen. Goed zo, kom maar.
kinderen mogen een eigen boekje houden. Er zijn zoveel mensen gekomen, we willen toch vragen of u het boekje wil laten liggen voor de tweede communieviering. Anders hebben mensen straks niet een boekje. Van 30 tot juni tot 30 augustus vallen de zaterdagavondmessen. Iedere zaterdagochtend tussen 10 en 12 is koffie op de pastorie. We hebben een nieuwe parochiewebsite, www.heiligwaterparochie.nl. Zeker een keertje kijken. En 24 juni is de parochieavond in de Walnootboksel om 7:30 van harte uitgenodigd. Als je vragen hebt over de nieuwe parochie. En nu gaan we eerst met minigantjes naar buiten voor een groepsfoto. En die hebben het hartstikke goed gedaan.